Het is alles wat je nodig hebt. Yay, home sweet home. Hey, maak het open. Ik sta te popelen om mijn slaapplek te zien. Het woord. Wow. Huh? Spectaculair. What? Oh no. Dat is niet waar ik op hoopte. We komen er wel uit, toch? Ik vind het niet leuk. Je kunt op ons rekenen. Dit hoort hier niet thuis. Aan de kant. Mijn jongen. Nu is het mijn beurt. Tijd voor een natte schoonmaak. Hoe schoon is het? Ik denk dat er iets ontbreekt. Nu kunnen we de bedden zelf maken. We hebben een plan nodig. Dit wordt het watergebied. Dat is een solide plan. Oh, aha. Ik denk dat we het zonder plan kunnen doen. Laten we het doen. We hebben een fundament nodig. Waar halen we het vandaan? Denk goed na. Denk goed na. Dit past hier perfect in. Nu voegen we wat aarde toe. Geen gedoe. Ik kan helpen. Kun je helpen? Zeker. What? Wow. Dat is geweldig. Wauw, het groeide zo snel. We kunnen het doen zonder liefdadigheid. Juist, iemand is onafhankelijk. Dat kunnen we zeker aan. Moeten we de aarde om hulp vragen? Het is oké. Je hebt alleen een goede aanpak nodig. Het is tijd om een ambulance te bellen. Aarde, is er een kans dat je, help? Ik zit ergens middenin. Jij ook? Ze zijn niet zonder ons. Mijn jongen! En nu is het jouw beurt. Ons bed kan alles aan. Knap werk. High five! Het frame is klaar. Hier komt het leuke gedeelte. Schilderij. Laten we kalm en netjes zijn terwijl we het doen. Laten we niet overhaasten. Oh, geweldig. Laten we ze laten zien waartoe de elementen in staat zijn. Je hebt nu al je skills bewezen. Ik zal je helpen. Ik voeg een vleugje blauw toe. Het is leuk om samen te schilderen. Golf. Blauwe golf. Wauw, kijk eens naar dat effect. Wow. Je hebt hier iets gemist. En vergeet niet hier te schilderen. Schilder ook hier. Hoe ziet het eruit, brandweerman? Ik kom eraan. De kracht van vuur. Jij doet het. Ik wil er geen deel van uitmaken. Ik zou het graag willen. Dat gaat niet vliegen. Ik droog je af. Wat? Check it out. Aha. We hebben matrassen nodig. Goed punt. Dat zal makkelijker zijn. Ja, dat is het. Het is heel zacht. Wat? Een vleugje schoonheid toevoegen. Blauw is mijn favoriete kleur. Een vleugje natuur. Ik wil graag iets luchtigs. Zo ziet er echt een lucht eruit.
aarde. Dat lijkt erop. Ik zal betere dingen maken. Huh? Dus, dat is het. Het is niet zo slecht. Ziet eruit als een hek voor ik mij. Ik ben boos. Ik zal je lesje leren. Mijn god, blijkbaar heb ik mijn krachten verloren. Druk op de duim omhoog als je mijn krachten terug wil zien komen. Wow. Ik kan de krachten voelen. Dit is het. Laat je niet meeslepen. Laat dat van mij achter. Natuurlijk. Het is duizelingwekkend. Wow. Dat is pas sick. Oh my, dat ziet er cool uit. Wat een onderwaterkoninkrijk. Wat? Laat mij. Ik zal blij zijn. Oh my, dat ziet er zo cool uit. Mogen onze wolken de zachtste zijn. Oh, wow. Hé, pluizenbollen. Perfect. Waar ga ik mee? Er komt niets in me op. Aardekracht. Dit is perfect. Nu ziet het eruit als een legitieme tuin. Een tuin? Dat is een goed idee. Oh, wauw. Goed punt. Een tuin zonder dieren is niks. Deze jongens zijn hier om een oogje in het zeil te houden. Ze kunnen niet zoals ik kan. Oh, wauw. Wat als ik dit doe in mijn eigen ding? Laten we de kracht van water gebruiken. De rit naar beneden wordt leuk. Joepie, nu kan ik ook naar boven. We creëren onze eigen onderwaterwereld. Wauw. Het is alleen voor jou, kleine jongen. Nou, mijn bed ziet er al goed uit. Er ontbreekt echter nog iets. Oh. Juist, vuur. Er gaat niets boven vuur lichten, toch? Zo goed. Een beetje watermagie. We voegen licht toe. Ziet eruit als een kwal. Ja, het ziet er leuk uit. Wat is deze zaklamp? Ik kan je beschermen. Het is oké, het gaat goed. Wat licht betreft, we hebben het hier nodig. Goed. De sfeer is gezelliger. Oh. Mooi, en de geur is lekker. We hebben ook licht nodig. Wat magie, mogen er licht zijn. Oh. Wauw, wat verblindend. Ziet er leuk uit. Waar is mijn bed? Oh, we zijn onze huisdierenvriend helemaal vergeten. Krijg ik een bed? Natuurlijk. We moeten ook wat coole dingen voor ze bouwen. Wat voor soort huis denk je dat goed zal zijn voor Newton? Wat past er bij een aardehond? Juist, het moet natuurvibes hebben. Wat groot en gezellig. Is dat een paddenstoel? Ga ik in een paddenstoel wonen? Ik hoop dat je het leuk vindt. Probeer het eens. Het is warm en zacht. Heel erg bedankt. Je bent de schattigste. Big deal, je huis wordt gezellig. Ik voel me geen paddenstoel, om eerlijk te zijn. In welk huis denk je dat een waterhond moet wonen? Deze? Het is maar een steen. Of dit? Nee, water kan niet vliegen. Een schelp? Dit is precies wat je zoekt.
Dat slaat nergens op. Bedankt voor het instappen. Het ziet er echt uit als een onderwaterhuis. Wat vinden jullie van mijn huis? Laat het weten in de comments. Wat voor soort huis krijg ik? Welk huis denk je dat een luchthond zou moeten hebben? Een steen? Ik zou het vreselijk vinden om in een steen te wonen. Laten we een ander huis kiezen. Ja, dit is hem. Je woont in een luchtballon. Een wat? Waarom? Dank jullie wel. Oh. Hoe ziet het dierenverblijf eruit? Reageer hieronder. Wauw, is dat een luchtballon? Bedankt, het beste huis. Nou, waar gaan we voor? Huh? Een steen? Ik heb een idee. Hoe moet ik hier wonen? Is het een grap? Hé, rustig aan. Dit is jouw plek. Een vulkaan is perfect. Laten we dit hier neerleggen. Ga ervoor. Wauw, dit is ziek. Ik ben geobsedeerd. Ik hoop dat het hem een beetje kalmeert. We hebben honger. Oh, zeker. Hoe kon ik het vergeten? Lekker. Lekker. Bedankt. Newton, wil je spelen? Vind het. Oké. Geweldig. Kan ik het speeltje krijgen? Eén momentje. Niet slecht. Dino, vrees me. Ik zal je verslaan. Waarom heeft Ricky speeltjes en ik niet? Hier, vang een vis. Het wordt jouw speeltje. Ik ben de gelukkigste hond ooit. Dit is voor jou. Een vogel, bedankt. Laten we naar buiten gaan. Juist, hoe is het me ontgaan? Willen jullie meedoen? Hm? No. Wat een geweldige dag om naar buiten te gaan. Ja, ik ben blij. Hey! Hi. Je bent de schattigste prinses. Bedankt, je puppy is gewoon schattig. Oh, dank je. Oh, waar is Newton? Is er iemand? Ik heb je nu. Jij gaat met mij mee. Alsjeblieft, red. Laat hem los. Sorry, lieverd. Honden horen niet op straat. Hij is mijn hond. Oh, echt? Kun je dat bewijzen? Geef me een seconde. Hier. Heeft hij zijn eigen huis? Natuurlijk. Kom met mij mee. What? Dus dit is het? Een kooi zal een veel betere plek voor hem zijn. Laat me hem terug hebben. Ik zal de dingen repareren. Prima. Maar ik kom terug om het te checken. Sjoe. Te veel werk en heel weinig tijd. We kunnen het echt niet redden. Ik weet iemand die ons een handje kan helpen. Wauw, het werkte. Zijn zij al vrienden? Lieverd, ik ben zo blij je te zien. Wat is dit monster? Vertel me erover, vol van gruwel. Als je het mij vraagt. Als je het mij vraagt, is dat een leuke plek. Mijn baby zal hier niet wonen. Dat is wat ik zeg. We moeten alles repareren. Waar moet ik beginnen? Er zijn zoveel dingen. Stop met wijzen, dat is onbeleefd. Geen ruzie meer, dan helpt de hond niet. We moeten als een team werken. Daarvoor moeten we ons zweten. Is dat niet geweldig?
Dat is het niet. Dat is het niet. Dit is een slechte tijd om te vechten. We moeten aan de slag. Wat dan ook, buzzkills. Jongens, de hond heeft een punt. Maar we kunnen niet beginnen zolang de bril ons in de weg zit. Je kan het aan mij overlaten. Prinsessenkracht. Help. Hebben we nog een Royal in handen? Dat is grappig. Jee, het is ons gelukt. Waar is ze gebleven? Echt niet. Wat als die je van ons wegnemen? Ik heb een idee. Hij heeft een halsband nodig. Wow. Oh, zo'n ding heb ik nog nooit gehad. Misschien dit? Dat is vreselijk. Is dit allemaal vorig seizoen? Dit is behoorlijk. Nu moet ik het weggooien. Deze is te kort en te lang. Welke nemen we? Ze zijn allemaal ziek. Nee, ze zijn allemaal lelijk. Nee, ja. Ik heb een geweldig idee. Dat is veel snoep. Wacht even, ik heb een verrassing. Wauw, dat is ziek. Nee, ja. Jongens, kijk daar eens naar. Dat is mooi. Het is perfect. Jullie, we zijn het huis vergeten. Wat komt er nu voor ons? Stop met het kauwen van je nagels. Dit is vreselijk. Zou jij dat opruimen? Absoluut niet. Het kan besmettelijk zijn. Je wilt toch helpen? Hé, hey, kin omhoog. We zitten hier samen in. Ik ga daar geen deel van uitmaken. We hebben het toch gedekt. Dat is meer dan weerzinwekkend. Duik! Hé, hey, voorzichtig. Iedereen zo incompetent. Ga liggen. Ja! We hebben het verpest, verpest. Ik zou echt kunnen werken. Jongens, Newton heeft honger. Ik heb al een tijdje geen eten meer gehad. Jongens, Newton heeft honger. Ik heb iets voor je. Nee! Prinses, het is slecht voor je. Jongens, laat je huisdieren geen snoep hebben. Mag ik ze hebben? Absoluut niet. Lieverd, je hebt toch een kom? Ja, hier is het. Daar kun je ook eten van krijgen. Aha. De prinses is een zoete kou. Ik denk dat ze er dol op is. Kijk. Geweldig. Oh, geit, je mag de pup voeren. Maar ik heb geen eten. Willen jullie mij helpen? Druk op de like-knop, zodat we ons huisdier kunnen laten voeren. Alsjeblieft, nog maar een paar likes. Like deze video, anders krijgt de baby honger. Bedankt. Jee, bedankt allemaal. Oh, sorry. Vervolgens moeten we je tanden poetsen. Ja, niet alleen die van jou. Ik heb de mijne geborsteld. Ik bedoelde het huis. Wacht even, wat als je ze levend opeet? Stop ermee, geef het terug. Ze zijn echt grappig. Wat hebben we gedaan? Je deed het geweldig. Laten we het doen. Je hebt hier en hier een plekje gemist. Doe het zelf, de geur is ondraaglijk. Kijk, ze lacht. Zo'n glimlach moet benadrukt worden. Oh. Welke kleur moeten we de lippen doen? Groen uiteraard. Nee, zeker oranje. De lippenstift moet roze zijn.
reageer hieronder je kleur naar keuze. Dus heb je een besluit genomen? Oh. Mooie keuze. Voilà. Goed gedaan. Hoe gaat het met de baby? Oh, ik ben zo moe. Het enige dat je nu nodig hebt, is een beetje spelen. Laat hem met rust. Hij is misschien ziek. Voel je je goed? Het kan heel erg zijn. Hij is gewoon slaperig, dat is het. Hé, hey, huis, laten we spelen. Ik heb het gevoel dat jij ook ziek bent. Kan het besmettelijk zijn? Wat een nachtmerrie. Jongens, help me het huis op te vrolijken. Comment hieronder met grappige emoties. Waarom zou iemand hier doen? Ik heb een bed gevonden voor Newton. Prima. Yes! Jee, we hebben het gedaan. Juist, ja. Oh, dit is super zacht. Oh, lieverd. Stil, Newton slaapt. Oh. Ik weet precies wat ik moet doen. Nog een keer. We kunnen het niet doen. Wat? Oh, ik heb een idee. Ik heb een nachtmerrie. Wacht terug. Ik heb het gedekt. Het is zo erg dat ik flauw ga vallen. Ik heb iets gevonden. Dit is precies wat je zoekt. Prinsessenkracht. Willen jullie daar eens kijken? Wauw. Newton heeft het bedacht. Ik wil zeggen, is het veilig? Laten we de wenkbrauwen nemen. Het werkt niet. Help mee. Zonder mij kun je niks doen. Jullie kunnen het. En 1, en 2, en 3. Wat doen we daar nu aan? Het doet me echt aan mijn speelgoed denken. Waar is je speeltje? Ik ben het kwijt. Dat is oneerlijk. Dat zou kunnen helpen. Ik zal ook helpen. Geen zorgen. Wauw. Wauw, dat is cool. Lieverd, vind je het leuk? Ja, echt wel. Ze zijn letterlijk de schattigste. Jongens, we moeten opschieten. Deze zijn net als de mijne. Stop, het is vies. Het wemelt waarschijnlijk van de ziektekiemen. We kunnen er overheen schilderen. Je maakt het alleen maar erger. Blijf er buiten. Hoe kom ik hier vanaf? Oh jee, ik zal helpen. Ik heb het niet opgeruimd. Hou op! Ik heb het niet opgeruimd. Dit gaat wel even duren. Nou? Het is geweldig. Het komt eraan. Kijk! Goed gedaan, prinses. De maat is oké? Wat is de uitweg? Ik heb een plan. Zou je ermee willen helpen? Ik doe mee. Hoe maak je het groter? Het nu werkt het. Schiet op. Dat is geweldig. Toetsen af.
Aha. Is de make-up nog in orde? Moeten we oogmake-up doen voor thuis? Valt me niet lastig. Oh, dat kan wel eens van pas komen. Dat is eigenlijk Chanel, weet je? Wauw, Chanel. Kun je het groter maken? Prinsessenkracht. Oh, wauw. Te zwaar. Jongens, doe mee. Yeah. Wat? Wat ben je aan het doen? Ik doe het voorzichtig. Ik wil je verhuizen. Goh, jullie zijn zulke buzzkills. Voilà. Het lijkt mij gelijk. Haar ogen zijn zo schattig. Daar zou ik het veel beter mee kunnen doen. We hebben weinig tijd en er ontbreekt nog steeds iets. Is het de kroon? Een schot in de roos. Prinses, doe me een plezier. Geen probleem. Het is perfect. Het is echt schattig. Weet je, dit huis is geen complete schande om in te wonen. Wow. Jongens, hoeveel tijd hebben we? Oh, er is nauwelijks tijd over. Ik kwam net op tijd. Laten we eens kijken hoe jullie het deden. Ik ben bang. Niet slecht. Gefeliciteerd. Het is jullie gelukt. Het huis is leuk. Ja, Newton, heb je dat gehoord? Newton? Kus je vrienden vaarwel. Help. Hey, kom terug. Hey, kom terug. Oh nee, dit is echt erg. Wat gaat er gebeuren? Wat is er aan de hand? Stop. Waar is plezier? Oh nee. Nee, oh nee, we gaan allemaal dood. Ze stierf, we zijn de volgende. Doe rustig, ze slaapt gewoon. Wakker worden. Ze wordt niet wakker. Waar is plezier? Wat heb je gedaan? Dus eigenlijk, ik moet gaan. Niemand beweeg. Nu gaan we allemaal de gevangenis in. Laten we beginnen. Wie is de eerste? Ja, misschien Woede? Ja, hij mag als eerste gaan. Wat? Ik? Hoe durven jullie? Er is geen reden om mij te verdenken. Ik ga er vandoor. Huh, dit is belachelijk. Vraag maar. Ik heb niets te verbergen. Goed, trek dit aan. Wat is dat? Het zal me helpen de volledige waarheid te zien. Ik was gewoon mijn eigen ding aan het doen. Het eten was slecht. De drankjes waren ook slecht. Hé, Woede. Sorry, ik kom later terug. Sorry. Het is je eigen schuld. Hé, plezier. Je eten en drinken zijn slecht. Hier, je favoriet. Ze was zo beleefd. Ik werd er gek van. Oh, dat is te goed. Ben je klaar? Laten we dansen. Kom op, het is leuk. Jongens, laat hieronder weten wat je favoriete dans is. Dat is het. Ik ben er klaar mee. Toen heb je haar vermoord, toch? Wat? Nee, dat is een belediging. Wat bedoel je? Ze is hier. Hoe kon je ons verlaten? Denk er maar over na. Misschien was het een ongeluk. Zwijg.
Ik heb jullie alles verteld. Uh-oh. Volgende. Jij bent de volgende. Oké, als jij het zegt. Leg je hand hier. Ja, raak maar niet in paniek. Oké. Je weet dat ik verdrietig ben. Maar ik besloot vandaag iets anders te proberen. Hey, Angst, mijn oude vriend. Laten we spelen. Ik ben er niet zeker van. Kom op, laten we gaan. We hadden plezier met tafelvoetbal. Oh nee, ik heb nog nooit gewonnen. Wat als ze van streek raakt? Gefeliciteerd met de overwinning. Dus ik ging door. Hey, plezier. Cool feestje. Bedankt, ik ben er zenuwachtig om. Kan ik helpen? Ja, ik moet de kaars aansteken, maar er is geen vuur. Ik wist precies wat ik moest doen. Kom op, je kan me helpen. Hey, ik heb hulp nodig. Schei uit, ik ben op zoek naar eten. Laat me gaan. Dat is er niet gebeurd. Dus jij bent degene die mijn baasje heeft vermoord? Nee, sorry, ik ben gewoon zenuwachtig. Vertellen van leugens. Het spijt me, ik moet mezelf gewoon beheersen. Ik stond bij de muur zodat ik het niet zou verpesten. Hey, wat is er? Kun je helpen? Ik weet het niet. Kom op, dat kan wel. Het is niet moeilijk. Probeer het. Oh, dat is oké. Sorry, dit is te veel. Oh, het spijt me zo. Hey, koel af. Kom met mij. Ik verpest altijd alles. Oh, sorry. Het is mijn schuld. Opnieuw. Wat gebeurde er dan? Oh, oké. Ik denk dat jij de enige bent die nog over is. Wat? Ik? Ik zal nooit... Moeten we je in het openbaar laten spreken? Nee, alsjeblieft. Alles behalve dat. Of moet ik een paar pestkoppen uitnodigen om zich bij ons aan te sluiten? Nee, alsjeblieft. Kom meer. Ik zal je alles vertellen. We luisteren. Ik was een van de laatste mensen die naar het feest ging. Ik had een lijst met dingen die ik moest vermijden. Eindelijk, laten we dansen. Ik denk het niet. Kom op, laten we dansen. Ze sleepte me naar de dansvloer. Ik moet gaan. Hey, woede. Ik denk niet dat hij blij was mij te zien. Wat logisch was. Ik kreeg wat te eten en ging weg. Oh! Dat is het, ik zweer het. Dus wie is de moordenaar? Eén momentje. Waar was jij toen ze werd vermoord? Ze is mijn baasje. Zeg het, schatje. Ik zat toch te plezier aan. Hey, lieverd, wil je spelen? Ja, ik wil spelen. Kijk wat ik heb. Vangen. Yay! De gasten zijn er. Plezier ging jullie allemaal gedag zeggen. Ik bleef spelen.
Ik werd meegesleept. Ik kon de bal niet bereiken. Dus ik ging op zoek naar plezier. Jij hebt daar wat aangedaan. Waar heb je het over? Dat zouden we nooit doen. Oh, wat is er aan de hand? We onderzoeken de moord. Ah. Plezier, we dachten dat je dood was. Wat? Nee, ik ben hier. Eerst gingen jullie allemaal bezoeken. Waarom duurt het zo lang? Sorry dat we te laat zijn. Laten we dansen. Ik danste met onzekerheid. Toen ging ik met verdriet rondhangen. Ze hielp me met de versieringen. Toen was het de beurt voor woede. Hoe was het niet zo moeilijk? Woede was heel blij. Nog maar één dingetje dan. Zo. En toen het allerlaatste. Dat is het. Slapen? Je lag gewoon te slapen? Dat is het. We vertrekken. Wat is plezier van steekraad? Ik zei dat we vertrekken. Ze viel in slaap. Dat is het. Ze was aan het slapen. Is iedereen weg? Ja, helaas. Oh, ik moet nu naar een ander feest. Ons eerste feestje samen. Ik had überhaupt niet moeten komen. Oh ja, alle ogen zijn op mij gericht. Laten we een foto maken. Wacht even, waar is Doc Day? Oh, hier. Oh, wat is er? Hij heeft hulp nodig. Stop, laat mij het doen. Is hier een dokter? Ik ben een dokter. Ik kan helpen. Ja, hij is dood. Let's go. Bel de politie. De politie is er al. Laten we eens kijken. Dat lijkt mij een moord. Hebben jullie gezien wie Doc Day heeft vermoord? Reageer hieronder. Hey, heb je iets gezien? Blijf gefocust. Het is een moord. De moordenaar is onder ons. Blijf allemaal waar je bent. Ja hoor. Nou, ik moet ergens anders zijn. Wees voorzichtig. Jullie zijn allemaal verdachten. Maar mijn studenten wachten op mij. Kijk! Een potlood. Ze heeft hem duidelijk vermoord. Ik heb niks te zeggen. Leugenaar, ik zag hem maar slaan met een knots. Haha, wat dacht je daarvan? Huh? Ze heeft waanvoorstellingen. Oh, wat zeg je nu? Hey, denk je dat het me bang zal maken? Weet je het zeker? Ja, dat ben ik zeker. Oké, wacht even. Ik kom schoon. Ik vond het leuk om met Barb te dansen. Opeens hoor ik iets vervelends. Ik kwam naar Catnap. Ze snoof even een munt. Ga door. Huh? Huh? Wat? Ik ben onschuldig. Maak jij dat vreselijke geluid? Nee, ik kan het niet horen. Dus ik ging door? En waar is de uitgang? Weet je, ik laat haar met rust.
besloten het aan Doc Day te vragen. Dit is super spannend. Huh? Ben ik iets vergeten? Kun je dit vreselijke geluid horen? Geluid? Ja, ik heb geen muziek aangezet. Hij was duidelijk niet de bron. Bevers? Ik haat ze. Stap terug. Maak er een eind aan. Daar ga je. Bevers zijn het ergst. Eindelijk was het geluid verdwenen en werd ik kalm. Ik heb alle potloden, behalve één. Oh, ik haat bevers. Eindelijk was het geluid verdwenen en werd ik kalm. Oh, ik haat bevers. Ik haat ook bevers. Nou, wel. Lieverd, praat jij? Woeps, wie is de volgende? Hey, is dat niet de handschoen van Pomni? Nou, wel. Ik heb geen idee hoe dat daar terecht is gekomen. Moet je Kane terugbrengen naar het circus? Nee, alsjeblieft, ik zal alles vertellen. Pomni, ga je gang. Nou, stop. Gebruik een leugendetector. Goed idee. Hey jongens. Pomni, hey. Ik zocht Doc Day om het cadeau te overhandigen. Oh, snacks. Ik kon hem niet vinden, dus ik besloot te eten. Pomni. Hij kwam uit het niks. Hij was echt charmant. Hallo, Pomni. Ik heb mijn handschoen uitgetrokken. Zo is hij daar beland. Wil je met me dansen? Ik kon geen nee tegen hem zeggen. Uh-oh, iemand liegt. Schaam je je niet voor jezelf? Sorry, ik ben zo gestrest. Oh, lieverd. Het is oké. Toen ik eenmaal kwam, wilde ik het cadeau inleveren. Ik zag een rode deur. Je weet hoe wanhopig ik ben om de uitgang te vinden. Oeps, dat was lastig. Ik heb het opnieuw geprobeerd. Niks werkte. Ik bleef het hoe dan ook proberen. Toen besloot ik verder te zoeken naar Doc Day. Ik kwam naar Mr. Light. Pardon, heb je Doc Day gezien? Zie je niet dat ik dans? Oh, neem me niet kwalijk. Besloot niet meer boos te maken. Ik zag Catnap. Pardon. Ze was duidelijk in een slecht humeur. Ik dacht dat ik op zijn minst een tussendoortje kon eten. Oh, ik kon niet eens bewegen. Hoe dan ook, ik heb mijn zaak op orde. Oh, ik dacht dat hij me weer mee zou nemen. Laten we een foto maken. Het enige wat ik wilde was de uitgang. Ach, lieverd. Oké, whatever. We hebben nog maar één interessante persoon over. Wacht even, waar is Catnap? Oeps. Ze wil vluchten. Ga haar halen. Wacht even, hoe deed ze dat? Geen idee, maar het was leuk. Jongens, druk op de like-knop zodat we Catnap kunnen vangen.
Ja, jongens. We zijn er bijna. Ze is te ver weg. Hoe zit het met de likes? Ja, dat deed ik. Het werd tijd dat je ging joggen. Rode stip. Kom naar mij. Je kunt niet aan mij ontsnappen. Opgepakt. Sugar, jij bent degene die opgepakt is. Niet waar. Begin bij het begin. Oh, fijn. We waren al beste maatjes sinds we kinderen waren. Ik bedoel, dat is ver terug. Oké. Ik wil de dokter een bot geven. Punt is dat hij nergens te bekennen was. Oh, hé, jij. De geur van munt deed je altijd wonderen bij mij. De light verscheen uit het niks. Komt het geluid van jou? Dat heb ik totaal genegeerd. Heb je Doc D gezien? Ik dacht dat hij me niet zomaar met rust zou laten. Dus ik bleef zoeken. Ik zag de tafel met eten. Oh. Catnap! Hey, Doc D. Hier, neem een hapje. Laten we gaan dansen. Ik schaamde me zo. Dus leidde ik hem af. Sorry, ik heb een beetje tijd nodig. Dus hij rende weg. De rest weet ik niet. Ik ben eerlijk. Ze heeft het gedaan. Er is niemand anders. De kans is groot dat ze de chocolade heeft vergiftigd. Schuldig. Catnap, jij gaat met mij mee. Nee, alsjeblieft. Ik ben onschuldig. Hey, wat is er aan de hand? Ze heeft je vermoord, lieverd. Doc D? Ik dacht dat je dood was. Het laatste wat ik me herinner is chocolade. We waren aan het dansen en toen werd ik misselijk. Ik dacht er niets van. Laten we een foto maken. Pijn nam me over. Ik denk dat ik flauw viel. Dat is de chocolade in kwestie.